Vandaag lopen we over water in de Wiede. Een laagveen moerasgebied tussen Vollenhoven, Zwartsluis en Sint-Jansklooster. Een waterwindgebied waarin ik samen met boswachter Ab het riet inspecteer. We duiken de geschiedenis in van het verdronken dorp Beulaken. En we hebben een echt vlindermeisje, Noah. Maar eerst ontmoeten we Stefan, Harald en Stoffel Lok. Een echte rietsnijdersfamilie. Hier midden in de wiede oogsten ze en verbouwen ze al generaties lang oer-Hollands riet. Van grootvader op vader, op zoon, op zoon, op zoon. Hier hebben we. Als ik er naar kijk, is het ambachtelijk werk, toch? Ja, ja, dan probeer het maar, baas. Ja. Maak je er een puin op van? Doe je dat altijd zo? Ja. Oké. Ik heb thuis ook zo'n mandje. Pak hem even omhoog, want ik kom. Helemaal goed. Ik denk dat je eerst een kussen zat moeten volgen. Ach, hou het toch op, joh. Dat is pesterijen. Het is een familiebedrijf. Hou het kijken wat hier moet laten, hè? Ja, het ziet het. Kijk, ja, want hoe werkt het? Het gaat om en om. Het gaat om en om? Ja, ja, want die boot moet in balans blijven. Precies, je mag niet aan één kant te ver, want dan gaat de hele schuit scheef. En dan gaat het 300 op en uiteindelijk dit varen jullie terug naar de opslag. Ja, wat gebeurt er dan mee? Dan sorteren we het riet. Ja. Hier zit nog een hele hoop lisdelden in. Ja. Mag niet een gewoon dekriet zitten. Nee. Dus die moet aan de kant, die wordt gesorteerd. Maar zo, in zo'n bos wordt geschikt maar voor driedekker en die gaat op een luxe villa. Waarom is dit nou zo goed riet? Van oudsher is dit een gewas. Het ligt vooral aan de ondergrond. Ja. Veen ondergrond en de waterkwaliteit. Ja. En de stengeldikte. We hebben hier in dit gebied hebben we een rietstengel die erg dik is. Die met de vingers haast niet in te drukken is. Hoe hard groeit het riet? Het riet begint afhankelijk van moeder natuur in april te groeien. Ja. We hoeven niet te zaaien. Het groeit uit zichzelf, ja, uit de wortelstokken weer op. Ja. Dan tot en met november. Ja. Dan sterft het af. En dan moet het blad eraf vallen. Ja. En dan kun je het pas oogsten. Hoe moet je hebben? Ja, zo maar. Gaan we zo? Ja, doe je. Ja, doe je. Ben je hebben? Dat is moeilijk. Maar je bent eigenlijk ook natuurbeheerder? In principe ben je natuurbeheerder, ja. Je doet het een groot gedeelte onderhoud voor, om het gebied open te houden vooral. Ja, maar wanneer is dat in zwang gekomen, zou je kunnen zeggen? Nou, in principe is het eigenlijk altijd al zo geweest. Dat de rietteelt was een vorm van zichzelf bedruipend natuurbeheer. Ja. Je oogst het riet, ja, daar verdien je de boterham mee, maar tegelijkertijd blijft de natuur rol. Ja. Alleen toen was het voornamelijk gericht op puur alleen de rietoogsten. Ja. En nu is het gericht op de fauna of de flora die daar groeit. Ja. Zodat men zegt van ja jongens, niet alleen maar puur retailt, ja, er komt een vergoeding als je percelen zomers gaat maaien. Ja. Dan komt er dus geen riet meer af. Nee. Maar dan hebben andere planten krijgen wel meer kans. Want ja, riet is natuurlijk een heel grote schaduw voor alle kleine plantjes die hoger worden dan 15 centimeter. Ja. En daar ligt nu eigenlijk wel de nadruk op. En vogels? Hele hoop vogels. Wat zit hier allemaal? Er zit hier van alles. Je hebt natte percelen, zit de watersnip, je hebt de wulp, de kieviet. Grutto komt alleen op de graslanden rijden voor. Roerdomp. De roerdomp zit hier ook. Ja. Het perceel waar we net wegkomen, daar zit een roerdomp. Zit al van oudsher zit daar een paadje. Ja. Kijk, en dat zijn gebieden, als je de ondergrond goed beheert, blijven die vogels blijven er wel. Ja. Maar het is net hetzelfde met de boeren, doe je geen onderhoud meer aan het land. Maar wat vindt jouw vader nou van dat jij ook natuurbeheerder bent? Is hij ook natuurbeheerder? Mijn vader moet daarin nog een stap maken. Die zegt nog een ouderwetse retailer, die zegt er moet zoveel mogelijk riet van het perceel opkomen. Ja. En daar moet je boterham mee kunnen verdienen. En zijn het ook de discussies die hier thuis worden gevoerd? Ja. Echt ja, waar? Ja. Mijn perceel is van mijn overgrootvader afkomstig. Toen zat die roerdomp er ook al, maar er zaten er veel meer vogels. Toen werd het van mijn grootvader en van mijn vader. Okay. Rondom ons heen ging de vogelstand achteruit. Ja. En nu is het beheer meer gericht, jongens. We moeten het landschap meer aanpassen. Meer opener landschap, ja, grasland, hooiland, ja, nasgraalland. Ja. Om die vogeltroepsoorten weer terug te krijgen. Ja. Kijk, en mijn vader zegt van ja, je moet je boterham blijven verdienen met riet. Ja. Dat moet je zorgen dat dat voor elkaar is. En wat je daarnaast doet, is er leuk bij, maar het moet niet de hoofdzaak worden. Ja, maar we houden ook van vogeltjes. Ja. En we houden ook van mooie bloemen. Iedereen. En we willen er ook maar van genieten. Ja. Dus ergens moet die balans dan gemaakt worden. Ja, dan moet je schippen en roeien met de riemen die je hebt. Ja. En de ene keer laat je wat en de andere kant win je wat. Ja.